welkom bij een nieuwe aflevering van Saam Vissen. Vandaag gaan we vissen met de feeders. Eén hengel met een mallet, een andere met een korffeeder op brasem en op de hoop dat we wat karpers kunnen vangen. Ik gebruik een nieuwe setup die jullie nog niet eerder van mij gezien hebben. Meestal zit ik gewoon in mijn luie stoel met een paar banksticks en daar mijn feederhengels op. Maar dat hebben we nu even veranderd naar een andere upset. Die laat ik je zo zien hoe ik er nu bij zit. En ik hoop dat je veel kijkplezier hebt van onze mooie vangsten die we weer doen. Als we vis hebben, laten we het uiteraard zien. Heb je vragen, schrijf het onder in de comments. En geef ons even een duimpje voor alle moeite. Veel kijkplezier bij een nieuwe aflevering van Saam Vissen. Nou, zoals jullie zien, een iets andere opzet dan jullie van me gewend zijn. Ik heb sinds kort een viskist aangeschaft. Tweedehands, om eens te proberen om daar vanaf te viederen en met de vaste stok. Dus kijken of het allemaal gaat bevallen. Hey, waar gaan we vissen? Daar. In de inkeping bij het eiland. En daar. Net naast het eiland. Nou, in de vorige aflevering zaten we op dezelfde plek. En toen hebben we mooie vissen, mooie brasems gevangen, 5 stuks. Nou, we gaan nu eens kijken als we dat kunnen gaan verbeteren. En op de hoop dat er misschien nog een karpertje tussendoor komt. Nou, eerste visie op de kant. Een grote blank voor een koolblaadje. Ach, maakt niet uit. Eerste visie op Vermeer. Nou, een mooie grote lap, niet verkeerd, tweede visje op de kant, dus hoop voor meer, ga hem weer lekker laten zwemmen. Er zit wat aan, maar wat? Een tak. Ach, gadverdamme. Ja, ook dat kun je onderweg oplopen. Helaas, pindakaas.
Zo. Nou, we hebben er een. Helemaal dik. Het is helemaal vol met kuit nog. Dus die gaat mooi terug. En dan kun je die kuit afzetten. En weg is hij. Jammer. Mooie zeelt. Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Helemaal top. En dat was een afsluitertje, want we gaan er zo mee stoppen. Ik ben helemaal happy. Prachtvis. En ga weer laten zwemmen. En dan, ik heb genoten. Nu al. Bij het einde van deze vissessie. Nou, toch een paar mooie visjes op de kant. Een koolblaadje, twee brasems. En als mooie afsluiter nog een zeelt. Dus ik heb weer genoten van een paar uurtjes vissen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het kijken naar deze video. En op voor een volgende. Vergeet niet te abonneren, kost niks. En geef nog even een duimpje.